Welkom bij de Mossel Challenge. Vandaag met iemand die wereldberoemd is in Nederland. We kennen haar onder andere van de oesters van Namke, maar vandaag gaat ze aan de slag met mosselen. Ik heb het over Katja Schuurman. Zij gaat de Mossel Challenge doen. Oftewel in 15 minuten een mosselgerecht bereiden, terwijl ze ook nog een keer 3 challenges moet doen. Dames en heren, hier is hoor, de enige echte Katja Schuurman. Kijk eens even, daar is ze. Ja, nou. Katja, jij staat natuurlijk echt bekend als een topchef. Zeker. Toch? Nee, ik sta bekend omdat ik verkering heb met een topchef. Sorry, dat was het. Soms raak ik het in de war. Ja. Hoe is het met jouw eigen kookkunsten? Nou, het wordt er niet beter op. Want ik kook nog minder dan ik al deed. Ik mag eigenlijk ook liever niet koken. Dus ik ben wel heel goed in eten. Ja. En in applaudisseren. Mm-hmm. En in genieten van lekkers. Nou, maar nu ga ik het zelf doen. Je gaat het nu zelf doen, want ik ga je laten zien hopelijk. Dus dat het zelfs voor jou redelijk simpel is om mosselen te bereiden. Nou, dat snap ik wel daarom. Dat als het mij gaat lukken, dan kan iedereen het. Dat is wel echt waar. Ik heb hier een recept voor je. Ja. Je krijgt zo meteen van mij 15 minuten de tijd om het gerecht te bereiden. Tijd zat. Helemaal geen druk verder. En ondertussen krijg je ook nog 3 challenges. Tijdens die 15 minuten, tuurlijk! Ja. Ja, om de druk nog een beetje lekker op te voeren. Yes! Katja, ben je er klaar voor? Jazeker! Oké, daar komt-ie. Oké, is het nu de tijd om? Nee, ik wacht nog heel even. Oké, top. Ja, nee, wat als ik nog gelijk stress krijg. Nee, ik ben eigenlijk niet super goed onder druk, maar dat geeft niet. Ik doe gewoon alsof. Nou, dat komt goed. Oké. Hier is je recept. Let's go! Oké. Nou, ik begin gewoon eigenlijk heel simpel met het snijden van een aantal ingrediënten. Nou, daarvoor neem je bijvoorbeeld een mes. En het is lekker grof. Gewoon lekker grof voor in het mosselpannetje. Probeer niet op de vingers te snijden. Ik heb geleerd zo, de vingertjes zo naar binnen. De shallotten. Nou. Wat zijn shallotten? Dat zijn dit, denk ik. Nee, ja. Dat weet ik zeker. Ja. Maar dat zijn een soort van uien. Ja. En nou, dan haal je even de buitenkant. Nou, dat is eigenlijk niet echt nodig. De buitenkant hoef je er niet specifiek van af te halen, want dat zit gewoon allemaal. Misschien kan je het een beetje afhalen. Dat kun je dan ook net zo goed afhalen. Je moet het allemaal eten, hè? Ja, je moet het ook eten, maar dat soort velletjes dus hoeft niet erg te zijn. Maar ik haal ze er gewoon even af. Is dat zo? Heeft Freek nog gezegd? Ja, nee, dat heb ik zelf gedaan. Nou, dat is niet waar trouwens. Hij doet heel vaak soep maken en dan gooit hij alles erin, maar dat zeeft hij er dan wel weer uiteindelijk uit. Maar dit soort dingen geeft bijvoorbeeld heel veel smaak, hè? Nou, moet ik zeggen dat ik wel blij ben dat jij naast hem staat en niet Freek. Want die wordt altijd heel erg nerveus van hoe ik snijd. Ik word helemaal niet nerveus van hoe jij snijdt. Kijk. Want ja, die vindt het dan allemaal slordig. Nou, het is ook Je moet wel een beetje die velletjes afhalen, hè? Challenge 1. Dat is namelijk, je dacht al van, nou, zijn dit alle ingrediënten? Nee, helemaal niet. Ik heb een geheim ingrediënt voor je. Die is... En je bent al zo lekker aan het snijden, dus ik ben benieuwd wat je hiervan gaat maken. Fenkel. Ja, nou, hartstikke leuk. En nou ja, dat snijden we er gewoon in mooie plakjes tussendoor. Mm-hmm. En dat doen we er zo meteen bij. Dat geeft een fijne, anijzerige smaak aan het geheel. Beetje fenkelachtig. Gewoon anijzerig. Ja, lekker grof, Lekker grof. Exact. Nu nog heel even wel de knoflook, hè? Want daar was ik nog niet naartoe gekomen. Jij kwam met die challenge, geef niet, hè? Die doe ik er gewoon even tussendoor. Mm-hmm. Maar de knoflook is ook belangrijk. Juist. Heb je ooit als knoflook gegeten? Kijk, wat het leuke is van zo'n mosselpannetje, is dat het allemaal niet heel erg... Kijk, je moet het natuurlijk wel een beetje die velletjes trappen. Dat is absoluut een feit. Maar het luistert niet heel nauw, hè? Dat is zo leuk met zo'n mosselpannetje. Daarom is het ook zo makkelijk. Mm-hmm. Hè? Daarom kan eigenlijk vrijwel iedereen het. Dan heb je dus alles gesneden. Dan gooi je wat boter erin. Mm-hmm. Dat staat hoog. Juist, dat staat hartstikke hoog. Dan wacht je natuurlijk even tot alles een beetje lekker gesmolten is. Een licht bruinig kleurtje. Mm-hmm. Dus je gooit alles tegelijk in de boter. Daar ga je. Zo. Een beetje fruiten, dat is dan roer je. Ja. Wacht, ik doe nog een beetje een stukje boter bij. Dat is zeg maar altijd lekker. Oké, ben je klaar voor challenge 2? Ja, natuurlijk! We hebben gelukkig ik de tijd, want er mag nog gefruit worden. Vraag. Er worden niet alleen mosselen geproduceerd op de Oosterschelde, maar ook nog ergens anders in Nederland. Waar? A. IJsselmeer, B. Noordzee of C. de Waddenzee? De Waddenzee! Ja! Nou, ik schrik er al van. Kun je mosselen die echt dicht zijn eten? Ja of nee?
Nou, dat kan wel. Het kan zo zijn dat ze niet goed zijn, maar dat wil niet per definitie zeggen dat ze niet goed zijn. Dus je doet er goed aan om dan eventjes te kijken of ze goed zijn. Je hebt gelijk. Ik weet niet of je argumentatie helemaal klopt, maar mosselen die na het koken dicht blijven kun je meestal gewoon eten. Deze mosselen hebben een sterke sluitspier, waardoor de schelp stevig dicht blijft. Open dichte mosselen voorzichtig met een mesje. Meestal bevatten deze mosselen prima vlees. Maar heel af en toe gaat het om een slikmossel. Een mossel die zich heeft volgezogen met zand. Nou, maar je had wel begrijpen, dus we gaan door naar de volgende vraag. Waar of niet waar kun je alleen mosselen eten met de R in de maand? Als er een R in de maand is. Nou, je kan ze ook eten in andere maanden. Maar volgens mij is het met de R in de maand, dat is wel altijd dat ze zeggen, dan zijn de mosselen het best. Ja, dat was vroeger, had het te maken met de houdbaarheid. Maar dat is tegenwoordig veranderd, want ze blijven veel langer houdbaar. Dus nu kan je meer denken aan de R in het seizoen. Maar waarom dus blijven ze langer seizoen houdbaar? Nou, omdat een gesloten koelketen van de verwerking tot aan de winkel garandeert een vers product met optimale smaak. Kijk! Dus denk maar aan de seizoenen. In welk seizoen zitten er niet, dan zijn ze niet te krijgen. Lente! Nou, briljant. Vraag 4. Wil jij dat die mosselen zo lekker zijn? Ja, nee, maar, ja, mag ik ondertussen even kijken? Nee, ja, kijk maar. Niet. Hoe lang duurt het voordat een mossel uitgroeit tot een grote, goed gevulde mossel? A. 8 maanden, B. 12 maanden of C. 2 jaar? 12 maanden. Nee, 2 jaar. Helaas. Jammer. Maar het geeft niks. Ik had wel 5 jaar. Ik kan nu kijken naar het volgende filmpje en dan wordt alles je uitgelegd. Oh, leuk. En zo sta ik ineens hier op een boot in de Oosterschelde in Zeeland. En hier achter mij gebeurt er van alles. Margeet van de Good Fish, wat gebeurt hier allemaal? Ja, dit is nou een mosselzaadinvanginstallatie. Ja, een schitterend scrabblebord. Maar wat gebeurt hier dan precies? Je ziet hier eigenlijk een soort lijnen waar eigenlijk een substraat is waar kleine mossellarfjes zich aan bevestigen. Daarna groeien ze uit tot wat grotere mosseltjes. En nu gaan eigenlijk de mosselkwekers die halen dat mosselzaadje af van de lijnen om het zo meteen weer eigenlijk uit te zetten op een soort akkers. Oké, en hoe worden ze dan later weer eraf gehaald? Die worden dus gewoon eigenlijk weer opgevist vanaf de bodem. Als ze dus 2 jaar later, nadat ze volwassen mosseltjes zijn en ze kunnen eten. En wat is hier dan zo duurzaam aan? Nou, wat het mooie is dat voorheen was 100% van eigenlijk alle mosselzaad werd van de bodem afgehaald. Met daardoor consequenties voor de verstoring van de bodem. En dit is het mooie, je hebt hier eigenlijk geen negatieve effecten voor de omgeving. Als je dus gewoon van deze lijnen afhaalt. Dus iedereen is blij? Iedereen is blij. Alle visjes, iedereen, alles wat er leeft hier in de zee is gewoon happy. Ja. Dat is toch mooi. Terug naar jou, Dennis. En door! Nou, kijk. Oeh, begint wel lekker te ruiken, vind je dit? Zo. Ja. Dan zou ik ze persoonlijk... Nou nee, ik krijg gewoon helemaal niks persoonlijk. Nee, ik zou gewoon kijken. Kijk maar gewoon even naar de receptors. Precies. Nou, voeg de mosselen toe. Ja. Gaan we doen. Ik ga ze niet allemaal. Niet allemaal. De helft. De helft. Ja, top, is genoeg. Hou nog even. Dit is een vingerspitsen gevoel. En nu? We hebben die. Blus af met witte wijn. Nou, blus af met wijn. Hou. En nu? Dan gaan we roeren tot ze allemaal open zijn. Nou, dat hoeft niet heel lang te duren. Hoe lang duurt het bij jou meestal? 6 minuten. Hé, maar er is een eentje open. Ja, maar dat moeten allemaal open. Dus doe je deksel erop. Dan gaan ze zelf. Leuk dat er alleen open is. Hoe snel gaat dat? Ja, dat is niet normaal. Dat is crazy. Het is tijd voor challenge nummer 3. Katja, en je hebt geluk, want ik bedoel, hier heb je toch heel eventjes de tijd zodat de mosselen lekker open kunnen gaan. Yes. Maar dan moet je het wel even goed doen, want jij moet met dit ding op je hoofd 10 mosselen zien te vangen. Ik gooi ze. En tegelijkertijd gewoon een spijker poepen. Wat? Oké, eentje was goed. Die ging eruit. Niet? Ja, die was mis. Ja, maar je moet wel een beetje mijn kans geven. Nou, wat is dit nou? Komt-ie. Ja. 3, 4. Ja. 4. Oh. Bijna. Ja, maar dit is zo'n kort afstandje dat ik niet kan richten. 6. Het is puur jouw gooitje. 8. Ja, ik gooi het hartstikke goed. 9. De laatste. Laatste. Hartstikke idee. Tadaa. Heel goed gedaan. En nu is het gewoon kijken. Ja. Even kijken. Oh, kijk dan. Maar dat is toch superleuk dat het zo snel...
Ik bedoel, dit ziet eruit alsof je er heel veel werk voor hebt gedaan. Dat is natuurlijk gewoon niet waar. Nee, dat maar heb het ziet er echt heel lekker uit. En het ruikt onwijs lekker. Nou, dan ga ik nu het kookvocht, want daar ga ik zo meteen dan ga ik dat gebruiken voor het sausje. Mm-hmm. Nou, dan gooi je het kookvocht. Oh, nou. Ziet er niet verkeerd uit. Idee. Als je nu de 10 mossels uithaalt, ja, dan zijn we bijna zover. Wat een idee. Nou, dan gaan we een paar mooie eruit zoeken. Oh, rot, met de handen erin. Ja. En dan haal je die netjes, ja, netjes eruit. Ja. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Zo prachtig, maar een beetje oranjeachtig. Ja. Nou, het ziet er wel goed uit. Hier zijn denk ik technieken voor die ik nog niet helemaal beheers. Hoe je dat dan heel netjes kan doen. Je hebt nog 1,5 minuut. Jezus, een pieten. Ja, sorry. Oké. Het maakt dus niet uit of ze zo oranje of wit zijn. Want dat heb ik wel geleerd. Want je denkt dan die oranjeachtige, die zien, dat zal vast lekker de smaak. Maar dat is helemaal niet waar. Ik weet dat Sergio Hermans, bijvoorbeeld, om maar iemand te noemen, die wil alleen maar die witte mosselen. Terwijl ik had hetzelfde idee had dat die oranje een beetje lekker zijn. Je hebt wel gelijk, er is geen smaakverschil. En dan doen we nog een hele mooie, kijk, die is er al helemaal uitgekomen, ja. Voor mij 10. Dan maak ik nog het sausje met dit. Ja. Dus met kookvocht en gerookte boter, die doe je erin. Ja. En dan ga je met de staafmixer. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Nou, een staafje dat we een beetje mixen. Oké. Okay. Ja, dan leg ik ze nog heel even leuk net terug. Want kijk, ik heb ze eruit gehad zodat je er ze zo net lekker in je mond kan laten glijden. Zonder dat je ze er zelf uit hoeft te pikken. Maar ik doe er een paar minder. 9, en dan doen we een sausje. Het gaat toch om de smaak 7, uiteindelijk. 6, en een beetje sausje erover. 5, en bla 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 bla. 4, 2, 2, 1. 1. Nou zeg. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Nou, ik ben ook heel benieuwd wat ik ervan vind. Hoe denk jij dat ik het ga vinden? Ik weet het niet, ik heb het nog niet geproefd. Maar ik denk heel laat het allebei eentje proeven dan. Ja. Ah, het ruikt niet verkeerd. Nee, toch? Nee. Nou, even serieus. Ja. Dat is hoe kan dit? Verbaasd, hè? Ja, ik ben heel erg verbaasd. Zelf ook. Wat de hel? Nou, maar dat is echt heel lekker. Dames en heren, het bewijs is geleverd. Iedereen kan heerlijke mosselen bereiden. Ik vind het echt bizar. Ik neem er nog eentje. Ja, ik neem er ook nog eentje. Oh, jeetje, Mina. Katja. Ja, ik zou het zelf bijna zeggen. Die Katja.